Ik wilde vroeger graag Mies Bouwman worden, dus ik deed een jurk aan me. En iedereen riep Mietje, homo, en wilde me pesten. En toen dacht ik, kan me niet schelen, ik wil gewoon de mensen entertainen. Ik ging op een podium staan en ik deed Mies Bouwman na. En na een half uurtje kreeg ik de mensen een beetje mee. Met grapjes en dingetjes en imitaties en zo. En toen gebeurde er iets. Ik had een passie voor iets. Ik wilde zweven. Ik wilde iets doen. Met heel mijn hart. En toen merkte ik dat me dat geholpen heeft. En me gebracht heeft wat ik nu ben. Nou, voordat ik actrice wilde worden, wilde ik heel graag ballerina worden. En toen was ik heel hard mij door natuur en scheikunde aan het worstelen om dokter te worden. En toen pas dacht ik, hey, er bestaat zoiets als acteren. Dat is ook wel leuk. Nou, toen ik heel klein was, toen leek het me wel mooi om André van Duin op te volgen. Maar dat hij me ook echt op zijn sterfbed zou aanwijzen. Van, jij bent mijn opvolger. En dat ik dan naar buiten zou komen. En dat ze zouden zeggen, wat zei André? Of wat zei meneer van Duin? En dat ik dan zei, hij wil dat ik hem opvolg. Danseres. En dat ben ik geworden, omdat ik ook een enorme drive had. Dus dat herken ik ook van deze kinderen. En ook urenlang heb getraind en in de dansschool heb gezeten. En op mijn kamertje boven allerlei oefeningen heb gedaan. Mijn leven bestond ook 24/7 uit dansen. Ik was vanaf vroegs af aan, was voor mij muziek, was, dat zat er gewoon in. En ik was best wel jong toen ik daar ook wel achter kwam dat het voor mij heel belangrijk was. Een jaartje of 10 toen ik voor het eerst op het podium stond en een bandje zat en dergelijke. Dus dat is, bij mij was het wel heel erg duidelijk. Dus ik herken dit ook heel erg. Was je ook heel erg goed vroeger? Nou, het grappige is dat toen ik 10 was, werd ik ooit ook op zoiets, maar dan wat minder regionaal beoordeeld. Toen was Doema nog heel groot en de manager van Doema die zei toen tegen mij, ik ga jou terugzien met jou, weet ik zeker. En jaren later was hij de manager van Bluff. En ik was inmiddels heel bekend geworden met Kane. En toen kwam hij me toe en we hadden het over iets. Weet je nog toen dat we dat gezegd hebben? En ja, dat weet ik. En dat is mijn reden, niet zozeer dit gesprek, maar wel zo'n moment. Er zijn van die momenten in je leven dat je als kind, en je hebt die missie, en je past niet altijd door hetzelfde gaatje heen, dat je je eigen droom de eerste en de laatste stap moet zetten. En daarvoor is het af en toe belangrijk dat je mensen om je heen vindt in een moment die tegen jou zeggen, het is goed wat je doet, ga maar, ga het doen. Gewoon een stuk opbouwende motivatie. En die kids gaan dat onthouden, net zoals dat ik jou dat verhaal kon vertellen wat ik toen heb meegemaakt.